Marie Leenders, 9 jaar oud, en haar zusje Johanna Leenders, 8 jaar. Neergeschoten op zijn schip op de Waal bij de Gentspolder, Wilhelmus de Beier, 23 jaar. In Bemmel door granaatscherf getroffen, Johannes Hermsen, 36 jaar. Tijdens de evacuatie ten gevolge van oorlogshandelingen, en Wilhelmus Derksen, 43 jaar. Petrus van Hal, 26 jaar. Aan zijn verwondingen overleden te Hilversum, Willem Kerkman, 20 jaar. Theodorus Peters, 19 jaar. En Johannes Peters, 28 jaar. Nadenken over wat als deze er niet is. Nadenken over het belang van een veilige plek voor iedereen. Door hier samen bij stil te staan, voelen we de verbondenheid. Mensen met koffers gaan over de wereld, van oorlog naar vrede, van honger naar brood. Mensen met koffers gaan over de wereld, altijd op de vlucht naar de volgende grens. Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens. De stille getuigen, de boom en de rails, omringd door prikkeldraad, torende boven het wachthuisje, geworteld in de grond. De boom hoorde de doffe knallen, rook de mist van angst, zag een uitzichtloze weg, wanhoopte een eindeloze strijd. Vertelt het verhaal van toen. Het staat gekerfd en wordt nooit vergeten. Laten wij vandaag gedenken, even stilstaan als eerbetoon aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Dan gaan we nu luisteren naar het signaal Last Post, gevolgd door 2 minuten stilte.
We gaan luisteren naar het Wilhelms.